4. Waar gaan we staan? 2, 1. Op 15 juli 1916 wordt op Curaçao een jongen geboren. Zijn naam is George. Zijn Sephardische Joodse familie is welgesteld en het gezin woont in een mooie villa. Als hij 10 jaar is, verhuist het gezin naar Nederland. De jaren in Den Haag zijn voor George een leuke tijd zonder zorgen. Hij gaat na zijn schooltijd rechten studeren, maar moet in 1936 zijn studie onderbreken voor de dienstplicht en volgt de school voor reserveofficieren bij de cavalerie. Hier leert hij hoe je in het leger leiding moet geven. Je moet je voorstellen dat hij toen in de tijd van de mobilisatie leiding gaf aan huzaren die 10, 15 jaar ouder waren dan hij, veelal getrouwd, huisvader met kinderen. En daar sta je nou als jonge man leiding te geven. En dat moet wel goed gaan. Volkomen onverwacht valt Duitsland op 10 mei 1940 Nederland binnen. Den Haag komt onder vuur te liggen en wordt gebombardeerd. In de Alexanderkazerne, waar de manschappen van luitenant George verblijven, komen 66 mensen en meer dan 100 paarden om. George krijgt meteen een moeilijke taak. Duitse parachutisten hebben aan de rand van Den Haag een belangrijke positie veroverd en zij moeten uitgeschakeld worden. Er moet voorkomen worden dat de Duitsers vanuit deze villa Dorpaal de brug oversteken en Den Haag kunnen bezetten. Dat was spannend omdat we keken naar dat peloton. Dat was natuurlijk geweldig. Dus die kwamen de straat door marcheren. Keuren in maat al. En toen... Het Duitse leger heeft veel betere wapens. Alleen een heel slim plan kan deze veel sterkere vijand verslaan. George heeft een voorstel om de Duitsers te misleiden. George en zijn mannen geven de enige mitrailleur die ze hebben snel aan elkaar door en beschieten de vijand. Die brug, daar moesten ze overheen. Dus hij verzon, hoe moet ik dat nou doen, want ik kan het niet verschieten, dat helpt niks. En dan gaat George over tot actie en brengt zijn plan ten uitvoer. Hij geeft opdracht om zwaar antitankgeschut op de villa af te vuren, precies 5 schoten. Na het 5e schot bent hij als eerste de brug over. Hij gaat voorop in de strijd. De Duitsers beschieten de aanstormende George en trekken zich terug in de kelder van de villa. Als eerste gaat George naar binnen en samen met zijn mannen maakt hij de Duitse parachutisten krijgsgevangen. Hij verovert de villa en bevrijdt de bewoners. Hij heeft moed getoond door voorop te gaan in de aanval. Door als eerste die brug over te stormen. Door als eerste de villa binnen te gaan en de vijand uit te slaan. De Duitse oorlogsmachine blijkt echter niet te stoppen. Nederland geeft zich op 15 mei 1940 over. De Duitse bezetter houdt George 7 maanden lang gevangen in de gevangenis van Scheveningen. Na zijn vrijlating duikt George onder in Den Haag en maakt hij deel uit van het verzet. In 1943 wil hij naar Engeland om zich aan te sluiten bij de koningin. En toen kwam dan dit grootste plan van met een grote troep naar Engeland te gaan. En toen zei ik, maar jij mag ook niet gaan, want het loopt vast mis. Ik zeg het je. George wordt verraden. De Duitse geheime politie pakt hem op en zet hem gevangen in Duitsland. In mei 1944 wordt zijn gevangenis door de geallieerden gebombardeerd. George heeft de kans te ontsnappen. Hij besluit het leven van zijn medegevangenen te redden en graaft hen uit.
Deze hulp kost tijd. Te veel tijd. En de Duitsers zetten George weer gevangen. In de herfst van 1944 wordt George overgebracht naar concentratiekamp Dachau. Sterk van geest, maar lichamelijk steeds zwakker. Op 8 februari 1945 overlijdt George op 28-jarige leeftijd. 11 weken voordat het kamp wordt bevrijd door de Amerikanen. Na 5 jaar oorlog wordt Nederland bevrijd. George maakt zijn droom van de bevrijding van Nederland niet meer mee. Maar zijn heldhaftige optreden bij Villa Dorpaal heeft diepe indruk gemaakt. George wordt na de oorlog door koningin Wilhelmina geëerd met de hoogste militaire onderscheiding. Ridder in de militaire Willemsorde. De vader en moeder van George hopen dat hij nooit vergeten zal worden. Ze willen een levende herinnering aan hun enige zoon, George Maduro. Die levende herinnering groeit uit tot misschien wel het vrolijkste oorlogsmonument ter wereld. Maduro dan. Opgericht om miljoenen mensen plezier te bezorgen door Nederland op zijn allermooiste te laten zien. Het verhaal van George vormt het begin van een inspirerende reis langs de grote verhalen van Nederland. Welkom in Maduro Dam.